Raise your voices high and sing of your Caribbean pride. Sing it loud and strong. Feel our hearts beat as one. Celebrate in song as we rise to heights where we De Republiek Suriname zal ingaande 3 juli 2022 voor 6 maanden invulling geven aan het voorzitterschap van de Caribbean Community CARICOM. Ons land is van 3 tot en met 5 juli aanstaande gastheer van de 43ste reguliere vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Bij deze gelegenheid zal ook de hameroverdracht plaatsvinden. De voorbereidingen naar deze belangrijke periode zijn reeds in volle gang. De Communicatiedienst Suriname maakt u deelgenoot van de Road to the 43rd Regular Meeting of the Heads of Government of the Caribbean Community. In deze eerste editie starten we met minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en ambassadeur Charmi Haakmat, Koning Verander. We hebben in voorbereiding voor de CARICOM Summit, die hier zou worden gehouden begin juli. Naast dus de substantiële inhoudelijke conferentie met al die regeringsleiders, waarover heel wat serieuze zaken gesproken zal worden, zijn er ook andere activiteiten daaromheen. En die hebben vaak te maken ook met de portfolio. Portfolio van de president, die waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt in het Caribisch gebied. En dat is op het stuk van gender, sport, cultuur. En ook industriële productie, maar in dit geval specifiek over sport en jeugd, zijn er wat activiteiten. De eerste is de zogenaamde 10K-loop, de 10 kilometer loop in Paramaribo, georganiseerd in samenwerking met de Surinaamse Atletiekbond. De bedoeling is dat we vertegenwoordigers uit de hele regio gaan krijgen die gaan participeren, met natuurlijk veel Surinamers. En het is om te stimuleren dat we in beweging blijven, dat we gezond leven en dat we sport stimuleren. Dus dat zal worden gehouden op 2 juli in de middag, in de vooravond eigenlijk. Het is ongeveer een uur en wij hopen dat veel participanten zullen deelnemen en dat we dus uiting daarmee geven aan een van de portfolio's van de president van de Republiek Suriname als voorzitter van CARICOM. Daarnaast zullen we op 21 juni beginnen met wat jeugdgerelateerde activiteiten. Op 21 juni zal er een Youth Forum worden gehouden, virtueel, met vertegenwoordigers uit het hele gebied. Het thema zal uiteraard gaan over jeugd en hun rol in die samenleving, met name in deze uitdagende periode waarin we leven. En dan zal verslag worden gedaan van de uitkomst van het jeugdforum op de conferentie door een van de senioren vertegenwoordigers van de jeugd in het Caribisch gebied. De bedoeling is dat later in het jaar, nadat dus deze 2 eerste activiteiten hebben plaatsgevonden, dat later in het jaar, ergens in oktober, november, er echt een serieuze jeugdsummit wordt gehouden met fysieke aanwezigheid, dus in persoon aanwezigheid in Suriname, waarbij uitgebreider zal worden gesproken over wat de jeugd beweegt, wat hun rol moet zijn in die samenleving, wat voor zorgen of knelpunten zij meemaken, wat voor obstakels er zijn, hoe we de jeugd moeten betrekken bij bestuur en beleid. Al zijn ze jong, ze hebben een visie, ze hebben aandacht, maar zij zijn ook snel met betrekking tot ICT, technologie. En dat zijn dan belangrijke elementen. Dus wij moeten heel vroeg de jeugd betrekken bij bestuur van het land. Dus dit zal een mooie gelegenheid zijn om dat te realiseren. En we kijken uit naar een actieve participatie van de jeugd en van de sport.
vertegenwoordigers in alles wat we gaan doen in de marge van die conferentie die in Suriname zal worden gehouden begin juli. De 10 kilometer CARICOM Road Race, zo wordt het genoemd. Het wordt traditioneel gehouden bij elke reguliere staatshoedervergadering. Het is bijzonder, omdat die reguliere vergadering iets meer, iets uitgebreider is dan die intersessional. Die intersessional is de voorbereiding op die reguliere vergadering. En bij zo'n vergadering heb je die tanky om die regionale integratie, die samenhorigheid onder die CARICOM-landen, een beetje te verstevigen, te bewerkstelligen en meer bekendheid te geven aan de CARICOM-landen en de CARICOM-mensen. En met middels een sportevenement bereik je het breder publiek veel beter. De 10 kilometer CARICOM-loop wordt niet voor de fun, ik zou niet direct zeggen voor de fun, maar het is meer om die awareness te brengen dat we binnen een gemeenschap zitten met 20 CARICOM-landen en dat de samenleving aware is middels die 10K dat er een Bahamas is in de CARICOM, een Suriname is in de CARICOM. Er was een portefeuillehouder van sport en dat geeft een nog beter, een nog grotere awareness en een betere tintje aan die loop. Het is traditioneel dat er, het is net als bij de normale loop. Je hebt de eerste, tweede en derde prijzen. En daarnaast heb je nog die troostprijzen. Ik wil nog niet uitweiden over het prijzencomponent. Maar er is een SG-trofee aan verbonden. En zeer waarschijnlijk ook een soort van presidential cup aan verbonden. Maar de voorbereidingen ernaartoe zijn, daarmee zijn we nog bezig met het CARICOM-secretariaat. Tijdens de loop mogen alle 15 CARICOM-landen, dus de associate members mogen deelnemen. En het staat open voor de lidlanden 2 lopers. Van één van het vrouwelijk, één van het mannelijk geslacht. En een coach. En nationaal mogen de mensen dan gewoon participeren. We doen de loop in samenwerking met de Atletiekbond. En conform de internationale regels staat het open vanaf 16 jaar. Vanaf de leeftijdklasse 16 jaar en er is geen limiet verder. Onze Surinamers, onze eigen mensen, zouden moeten participeren. Ik wil niet zeggen kunnen participeren. Ze zouden moeten participeren om die ondersteuning te geven. Eén, we halen mensen van buiten om deel te nemen. En dan zou het toch sneu zijn als je eigen mensen niet eraan deelnemen. Dus ik zou ze van deze plek uitnodigen. Doe jullie mee. We gaan heel binnenkort van start met de promotiecampagne. En dan zou ik onze mensen aangeven van mensen, maak je klaar. Laten de mensen van buiten niet komen en onze hier komen winnen. Caribbean Pride. Wij spreken de hoop uit dat de Surinaamse samenleving er trots op is dat dit land gastheer zal zijn van de staatshoofdenvergadering. Als natie moeten we ernaar streven om beter te worden en ook verantwoordelijkheden nemen. Tot de volgende editie.